Hey allemaal, welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo podcast gevuld met het laatste nieuws. Switch games, retro games en vandaag hebben we alweer geen bonus hier, maar een hele speciale bonus gast. We noemen hem ook wel Joe McSpeed. Oh, het wow. Is onze race expert, een van onze belangrijkste redacteuren, oftewel wow. Joe van Buurik. Dankjewel. Hey. Dankjewel. Wat gaan jullie mooi aan als de microfoon aangaat? Ja, dat is die aangaat. Jullie bedoelen Jacco, aangezien ik nog niks heb gezegd. Ja, nee, maar ik vind het grappig. Ook aan. Ik bedoel, ik ben radiopresentator. Ik kreeg laatst van een collega bij BNR, waar ik werk, de opmerking. God, Joe, jij praat in het echt net zoals je op de radio praat. Maar bij Jacco gaat er gewoon een knop aan, zodra de opnameknop aangaat. Ik moet even wakker worden. Ik heb zeer weinig geslapen in de afgelopen dagen. Maar, dus ik ga altijd in energy saving mode. En als we gaan, dan gaan we. Ja, bij mij is er ook wel sprake van een knop. Ik denk ook wel dat het met de jaren komt, toch? Is ook wel een beetje Ja, afhankelijk van hoe je in elkaar zit. Maar daar komen we nog wel op. Cool dat je er bent, man. Ik zei al, je bent onze race-expert. Je bijnaam is Joe McSpeed. Maar dat misschien is ook mijn PSN-ID trouwens. Ja. Mensen die me heel graag willen toevoegen. Voeg hem toe. Joe McSpeed. Elke maandagavond speel ik Gran Turismo 7 met mijn vaste clubje. Oh, tof, met man. Mensen die ik uit de Formule 1 ken. Een heleboel Britten. Mensen uit media. Dus altijd lachen. Want dat is jouw achtergrond, toch? Laten we daarmee beginnen. Ja. Wat is jouw achtergrond? Hoe ben je de race-expert geworden? Ik heb altijd... dit is een oude die ik een tijdje niet meer verteld heb. Ik ben geboren op een dag dat mijn vader een auto verkocht. Mijn moeder een auto verkocht. Mijn vader een nieuwe auto wilde kopen. En zij in een taxi met 180 km per uur naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Dus als je op zo'n dag geboren wordt, dan moet je iets met auto's hebben. Word je vanzelf McSpeed. Precies. Oh, ik vind het heel mooi. Ja. En altijd opgegroeid met auto's. De familie, vooral mijn vaders kant. Daar heeft altijd autoliefde ingezeten. Altijd met auto's bezig geweest. Nou, op een gegeven moment was daar een beetje op uitgekeken. Want ik ontdekte de videogames. Maar dat ging wel hand in hand met race games. Ja. En race games. En tot ik een jaartje of 17, 18 was en besefte, hey, ik kan mijn rijbewijs gaan halen. Nu worden auto's ook weer leuk, want nu mag ik zelf gaan rijden. Ja. En zo heb ik het altijd een beetje hand in hand gedaan. Over games geschreven. Over auto's geschreven. Formule 1 gevolgd jarenlang. En nu al een paar jaar lang de games en tech expert bij BNR Nieuwsradio dus. Ja, tof man. En af en toe ook nog wat auto's. Elektrisch rijden en autonoom rijden is ook auto's. Sorry. Deed je niet ook het verslag via de radio van BNR van F1 vorig jaar? Tijdens de kampioensrace van Max Verstappen. Ja, want dat heb ik gevolgd. Dat was heel leuk om te doen. Was mooi omdat het was al een tijdje niks met Formule 1 gedaan. Maar om dan toch weer eventjes die emoties die bij jou loskwamen was, ik vond het heel mooi. Ja, dat kwam zelfs bij mij los. Ik kijk nooit F1. Ja. Ik denk, ik kijk het laatste rondje, denk ik. Kijk ik, serieus. Ik ging op de trap zitten zo. Weet je wat mooi is? Kijk, natuurlijk leeft zo'n heel land dan mee, want het is voor het eerst dat een Nederlander wereldkampioen Formule 1 wordt. Maar uiteindelijk gaat het om de essentie van racen en snelheidscompetities. Weet je, mensen die sneller willen zijn dan de ander. En dat is iets wat we al sinds het begin der tijden doen. Alleen, sinds de moderne beschaving hebben we daar competities voor. En op een gegeven moment zijn we met auto's gaan doen. En ik weet ook niet wat het is. Ik heb daar vaak over nagedacht met mensen gehad. Er is iets wat ik leuk vind aan het concept van kijken wie het snelst is. Dat is gewoon vet. Ja, dat is een heel oude concept, zoals je zegt. Begon op de basisschool, ging je ook al kijken wie het snelst was. Met ticketje op schoolplein bedoel je. Ja, et cetera. Is het... misschien net iets anders, maar dat is super. Maar het komt op zoveel plekken terug, weet je wel. En ik bedoel, het is ook niet goed om altijd aan te staan en altijd de snelste te willen zijn. Yeah. Mijn favoriete motto komt notabene uit een race game, Metropolis Street Racer. It's not about how fast you go, it's about how you go fast. Dus ik vind het belangrijk om in stijl snel te gaan dan alleen maar de snelste te zijn. Yeah. Dus het gaat niet om eerst te worden bij F1? Niet per se. Niet per se, oké. Okay. Het gaat ook om hoe je bent en wat je doet. En hoe je het doet. Ja, dat is wel dat stukje wat ik nu iets meer begin te begrijpen. Ik ben zelf niet echt een F1-fan, laat staan, auto-expert. Mm-hmm. Mijn broer was dat wel altijd. Hij was al de auto-guy, dus wat word je dan? De voetbal-guy, zo gaat dat. Oh. Dat is hoe het gaat, Joe. Ik zou met jou ruzie hebben gehad op het schoolplein. Absoluut. Ik zou er jou in elkaar getrapt zijn, zoals ook gebeurde, omdat ik niet van... Ik zou nooit een vlieg kwaad doen, maar ik zou je wel als laatst kiezen. Nee. Het gebeurde ook, dus ik was Het scheelt dat tegenwoordig niet meer gebeurt. Letterlijk afgelopen weekend had ik voor de vierde keer dat ik meedeed aan het Nederlands kampioenschap schermen. Wow. Met sabel. Dus ik heb mezelf een beetje gerevancheerd als het aankomt op vroeger totaal asportief zijn. En nu drie keer per week, twee keer per week in ieder geval. NK schermen, wauw, dat wist ik nog niet van jou. Nee. Nou, bij deze. Wow, wat gaaf. Dat heb je al die tijd achter de... achter het schermmasker. Wil je wel onder de pet zeggen? Nee, die kan beter. Ja, nee, dat doe ik al 3,5 jaar. Maar ik loop daar nooit heel erg mee te koop of zo. Ik deel ook niet heel veel van mijn privé op social. Nee. Ik heb ook een zoon van 13 maanden, maar daar heb ik ook nooit een foto of whatever van op social gedeeld. Mensen die ik ken, die weten het. Maar je bent dus wel goed in schermen? Ik doe mijn best, maar ik ben te laat begonnen op mijn 30ste.
Yeah. En ik sta daar tegen gasten van, nou ja, nog veel jonger dan jullie. Oh. Weet je, op begin 20, yeah. Die het al 10 jaar doen. En gewoon wel echt 3 keer per week getraind hebben. Yeah, en als ik dan nog een paar punten kan pakken, vind ik het al mooi. Yeah. Weet je wel, how you go fast. Niet hoe snel je gaat. Want ook schermen, zeker met sabel, gaat om hoe snel je van je plek komt om de tegenstander te raken. Het is super vette sport. Het is ook heel leuk dat het een van de OG Olympische sporten is. Ja, dat leuke ja mensen zeker. Te vertellen. Ja. Het is ook totaal niet te volgen als je het niet kent, maar het is heel leuk om te doen. Zeker, en ik kan me voorstellen dat dit is ook wel echt zo'n sport waar je dus of op late leeftijd ineens interesse in krijgt, zoals bij jou het geval yep. geweest, of je rolt erin vanuit vaders of moeders interesse. Ja, nou, best wel. Dan ja. kom je inderdaad tegen jochies van 24 die hun hele leven lang nou, op schermen. Nou, van 19. Van 19, ja. Dat zijn de supertalenten natuurlijk. Je hebt ja, ook in de schermwereld. Zeker, maar het is dan ook wel weer leuk om te proberen dan... Dan projecteer je een beetje je eigen jeugdfrustratie. Van, oh, ik ga laten zien dat ik wel degelijk kan sporten. Ja. Dus daar geniet ik dan wel van. Het is mij andersom gegaan. Ik was heel sportief. Ja, en toen heb je games ontdekt. Ja. En tegenwoordig vind ik auto's in te nemen. Dat ja. ook weer niet. Maar, ja. Ik vind wel, om even terug te komen op hoe ik dit begon. Ik vind F1 wel interessanter geworden sinds ik wat meer feeling krijg voor de personen daarachter inderdaad. Ja. Ik ben door Lucas. Netflix Lucas gekeken, natuurlijk dus. Goed. Nee, ik heb niet Drive to Survive gezien. Niet eens. Het is wel altijd wat men zegt. Ik ook niet. Kijken, dan krijg je daar gevoel voor. Maar, eerste seizoen kijken, tweede is leuk, daarna wordt minder. Ja, nou goed, ik ga veel met Lucas om. En hij is echt, dat weet jij, is ook echt een F1-man. Zouwe baas. Jullie hebben ook veel contact natuurlijk over dat jullie allebei kinderen hebben. Ja, dus ook dat, ja. Dus dat, ik heb een Animal Crossing shirt van hem gehad toen mijn zoon geboren was. Dat is die heeft mijn zoon vandaag aan trouwens. Nee. Dus altijd leuk. Ja. Wow, wat leuk. En ik heb hem een baby Game Boy, of een namaak Game Boy van Fisher-Price gegeven toen zijn zoon geboren was. Dat is wel heel bromance. Ja, natuurlijk. Like zo doen we dat. Daar wil ik nog even over hebben. Jij staat natuurlijk bekend als onze race-expert, maar jij bent ook groot Nintendo-fan. Ja, dat is eigenlijk hoe het ooit begon. Met games. Toen was ik 4 en ik had een neef met een NES, met The Legend of Zelda, Mario Bros. Duck Hunt, de lot. Die heb ik al tientallen jaren nu. Staat op zolder, moet nog een keer een mooi plekje krijgen. Gaaf. Maar daar begon het mee. En volgens ook op de Game Boy van een andere neef, Super Mario Land. Op mijn 8e kreeg ik mijn eigen Game Boy. Speelde ik race games op uiteraard en de platformers. Later Nintendo 64 met Mario Kart 64. En ik speelde al heel veel op de Super Nintendo bij vriendjes. Ja. Ook op de Sega Mega Drive trouwens. Dus ik ook altijd een beetje Sega-liefde gehad. Maar Nintendo was het voor mij. Als het ging over gevechten op schoolplein, was het niet alleen ik haat voetbal, maar ik haat PlayStation was ook toen ik 10 was. Nee, niet waar, want ik speelde ook op PlayStation met vriendjes. Maar goed, ik was wel echt een Nintendo-fan. Je sloeg mensen met die originele Game Boy. Nou, die komt hard aan. Hoor. Ja, dus dat bedoel ik. Niet voor niets de baksteen. Nou ja, Nintendo 64, later GameCube, Wii, natuurlijk ook alle handhelds. Maar en gaandeweg ook wel ontdekt dat er zoiets is als een Xbox 360, een PlayStation 3 en alles wat erna kwam. En PC is altijd een beetje mijn blinde vlek geweest. Ja. Maar consoles en vooral Nintendo en zeker ook Mario Kart heeft altijd een belangrijke plek in mijn leven gehad. Exact, want als je denkt aan racen en Nintendo, dan is natuurlijk maar één game die bovenkomt. Mario Kart. Ja. Daar kunnen we misschien ook nog over hebben. Dit is wel ook heel mooi dat jullie allebei die franchise doen, want dat is wel... Ja, want moet gezegd, de beste game of all time, in ieder geval mijn favoriete game of all time, is F-Zero GX. Meen dan nou? Ja. GX ook. Van alle games ooit. Wow. Van alle games en ooit. En waarom? Omdat het de perfecte snelheidscompetitie is, om daar weer even naar terug dat, te verwijzen. Ja, nee, dat voel ik wel. Ja, F-Zero gaat heel snel, Eigenlijk het enige aan die game, en Intimi weet dit, je hebt erin de techniek snaken, waarvan de makers later hebben toegegeven dat ze min of meer opzettelijk erin hebben gestopt. Ja. Dat je door te beïnvloeden met schouderknoppen en de stick eigenlijk veel harder kan dan de bedoeling zou zijn. Oh, echt waar. En dat heeft de competitie, vooral qua time trials, best wel voor mij verziekt. Ja. Maar mensen die dieper in de metagame gaan, die vinden dat dan vet. Dat hoor je ook in Mario Kart trouwens. Ja, daar heb je ook snaken in heel veel delen. Daar een feature of een bug, hoe je het noemen wil. Ja, precies. Maar los daarvan is F-Zero GX zo perfect, nog steeds prachtig om te zien. Als je nu op YouTube 4K geupskilled Dolphin emulator beelden opzoekt van F-Zero GX. Die game die had vandaag uit kunnen komen op de PS5 en had je geloofd dat het een nieuwe game was. Die is zo goed in stand gebleven visueel. Wat vet. En ook gewoon om te spelen. Ik heb hem nu al een tijdje niet meer gespeeld. Terwijl ik heb notabene een collega bij BNR die zegt, neem je GameCube mee, dan gaan we weer eens doen. Yes. Dus moet ik maar eens doen. Maar goed, F-Zero GX, best game of all time, moet gezegd. Maar Mario Kart, different story. Ja, en daar heb jij ook wel een verleden mee, toch? Met Mario Kart. Ja, daar gaan we het zo over hebben, Cody. Foreshadowing. Dit is het bonusonderwerp. Ja, want we willen een hoop weten. We willen wat van jou kennis vergaren over Mario Kart, onder andere de competitie, en of je er ook echt goed in kan worden. Dat is mijn belangrijkste vraag voor vandaag. Okay. Maar voordat we dat doen, laten we even naar het nieuws gaan. Oké. Okay.
Namelijk, vorige week hadden we allemaal speculaties. Wordt er een nieuwe Switch aangekondigd? Jody, moet je weten, we hebben het bijna elke week over de Switch Pro. Ondanks dat Cody dat niet wil. Dit is al een gesprek van 3 jaar geleden. Dit is inderdaad een gesprek van 3 jaar geleden. Maar wat er vorige week is gebeurd, is dat Nintendo de officiële trailers voor de Switch Lite en de Switch OLED heeft gedelist. En zoals grote bedrijven dat vaker doen, net zoals Apple, dat doen ze omdat er dan binnenkort een nieuw product wordt aangekondigd. Omdat je dan gaat zoeken en dan kom je uit op een nieuwe product en niet op het oude product. Yeah. Dat was dus het geval. En vlak nadat we de opname eindigden, werd de Switch OLED Splatoon 3 Edition aangekondigd. Yay! Wat is het? Het is een... Dat is echt zo mooi. Dit zie je in de auto-industrie ook. Hè? Als ze niet meer weten of en wanneer ze een nieuw model kunnen maken, gaan ze maar special editions van bestaande modellen doen. Met een beetje verf spetters erop. Precies. En dan ben je er. Letterlijk dat. Ja, het is gewoon een Switch OLED. Hij is wit, maar hij heeft 2 speciale Joy-Con. Eentje is geel en eentje blauw. Hij verloopt een beetje, dus je hebt dat... Ja, dat noem je dat inkt effect. De game zit er zelf niet bij, helaas. En het is echt alleen de console. Doet me denken aan de God of War Special Edition. Maar je kon vroeger de GameCube Mario Kart Edition, daar kreeg je ook gewoon Mario Kart bij. Wat is up, Nintendo, met een special edition van een game versie van je Switch uitbrengen en de game er niet bij doen? Ja, maar dat is bizar. Dus net zoiets als bij God of War, die special editions die nu aangekondigd zijn. Er zit de game wel bij, toch? Ja, maar een special edition van €120. Dus dan doe je duidelijk beroep op het segment mensen die collectors interessant vinden en figuurtjes mooi vinden en fysiek is hun ding. En ze stoppen er een digitale code bij van de game. Ik kan daar gewoon niet bij. Nee, die snap... Ja, nee. Nee. Is nog net iets anders, denk ik. Sure, maar het is weird in ieder geval. Het is ook weird. En ik denk dat ze ook de prijs niet willen opdrijven van dit pakket. Want de game kost €60 en een Switch OLED kost €360 ook. Right. Maar dan zou je zeggen dat je daar een voordeelspakket van kan maken, zoals het vroeger ging. Ja, precies. Ja, nou goed. Maar goed. Dit is niet de nieuwe Switch, uiteraard. Dit is niet de nieuwe Switch, inderdaad. Zou wel jammer zijn anders. Ja, als je hem wil... Op 26 augustus kun je hem kopen en op 9 september... vanaf 26 augustus is de Switch te koop. Heel toevallig en op 9 Gamescom. Ja, dat is ook heel toevallig. Toch een beetje de aandacht trekken met nieuwe producten. Ja, Special Editions. Terwijl ze er niet zijn. Nou. En 9 september komt Splatoon 3 de game uit. Dus dan ben je in ieder geval op tijd als je die OLED hebt. Ja. Ik kijk even naar jou, Cody. Heb je al discussies gehad? Ik ontken dit. Mogen we dit niet serieus? Mijn vriendin die is echt heel, heel erg diep in de Splatoon. Wat vindt ze leuk aan Splatoon? Dit wil ik oprecht weten. Ik denk dat ik het best kan samenvatten. Zij ziet mij al jaar in jaar uit Overwatch spelen. Zit je in de Overwatch 2 beta? Ik zit in de Overwatch 2 beta. Ook. Vanavond spelen. Let's play some. Cool. Dat sowieso. En zij heeft altijd wel die affiniteit gehad met het beetje meekijken. Ze deed op het begin toen we samen... gingen samenwonen, vond ze gamen wel semi-interessant, maar het was een zijactiviteit wat ze deed, wat ze erbij keek. En op een gegeven moment begon ze die dynamiek van Overwatch toch wel te respecteren, toch wel cool te vinden. En toen kocht ik Splatoon 1, onder de indruk op de Wii U. Ik was onder de indruk dat dat een fantastische co-op game was. Zo goed dat ik mezelf laat informeren. Toen kwam ik achter dat je die game helemaal niet koop kon spelen. En toen dacht ik... Goeie gamejournalist, Cody. Ja, toen was ik gewoon nog een guy. Ik was gewoon nog een guy die een beetje gamede. Goed de review op gamer.nl gelezen, hoor. Dat had ik absoluut gedaan. Ja, was wel trouwens mijn origin is gamer.nl. Mooi. Fun fact. Goed zo. En zij zei van, dat leek er wel leuk. Ik had die game gekocht, wilde hem terugbrengen. Ze zei, wacht even, het lijkt mij wel interessant. Die gyro-aiming vond ze wel boeiend. Terwijl ik vond dat een gimmick en geloof er helemaal nog niet in. Ben ik een beetje op bekomen, maar over het algemeen vind ik het nog steeds een gimmick, gyro-aiming. En dat is eigenlijk van het een op het ander gegaan. En ineens was ze helemaal invested. Vond dus het geweldig. Het is daadwerkelijk toegankelijke, leuk ogende shooter die bij iemand als jouw vriendin aanslaat. Het is een hero shooter van Nintendo dat heel veel raakvlak heeft met een Overwatch. En het gaat heel diep, het is superleuk. Ik vind ook, door haar ben ik ook een beetje de WK's gaan volgen van Splatoon. En dat is gewoon het is wel een medium serieuze, mede door Nintendo aangejaagd sports game. Het is absoluut door Nintendo endorsed. Wel leuk dat het dan ook daadwerkelijk lukt. Maar zij zat dus ook bij... op een gegeven moment kregen we een bericht op de Splatoon. Op de Switch kreeg ze een bericht. Je wordt vanaf nu gescreend door Nintendo. Omdat je een waardevolle speler bent. En bij de beste 1% van de wereld zit. No echt? Pressure. En moest zij maandelijk feedback gaan sturen en zo. Wow. Mag ik eigenlijk gewoon vertellen. That escalated quickly. Ja, zij is echt heel goed ook. En zat dus bij die top 1%. Had ze rank X gehaald. Het was ook iets wat je niet kan zien. 3 keer S was het hoogst. Nou, kennelijk was er nog een X. Hoeveel speelt jouw vriend? Veel.
Okay. She played a lot. Wow, maar als je tegen mij zegt, hallo, wij zijn Nintendo, we gaan nu meekijken met elk potje, dan zou ik echt zenuwachtig worden. Dan ga ik automatisch slechte spelen. Het zal niet elk potje zijn, het is echt een screening. Maar goed, anyway. Wil ze die OLED? Maar ja. Die OLED moet ik niet laten zien. Okay, ik ga dit ontkennen gewoon. En als we dan langs de winkel lopen, doe ik, oh, moet je kijken daar, die gast daar. En dan is dat daar... een Splatoon? Zeg, nee, die is gewoon in de verf gevallen. Dat is wel, ja. En hij kost $10 meer, lees ik, dan de reguliere OLED. Het geweldig van. Ja. Ja. Prachtig, man. Ja, cool. Maar goed, nieuwe Switch, no go. Nope. En die gaat dit jaar niet komen. En ik denk zelfs volgend jaar ook nog niet. Ik ben het met Joe eens. Ik geloof sowieso en niet in een hele simpele verklaring. Oh. Chiptekort, ja. Right. Ondanks dat dat nu op zich wel weer lijkt mee te vallen. Dus het zou opeens heel snel toch voorbij kunnen zijn. Denk ik niet dat Nintendo sowieso niet dit jaar een volledig nieuwe Switch gaat aankondigen. Nee. Ik denk dat die volgend jaar komt. Volgend jaar gaan ze er in ieder geval wel iets over zeggen. Ja. Maar dan Switch 2 of Switch Pro? Of gewoon een hele nieuwe naam. Dat is de vraag. Ik bedoel, het is Nintendo en Miyamoto zit er nog steeds. Hij is nog niet maar naar bejaardenhuis gestuurd. Dus hij zou weer iets compleet batshit crazies kunnen hebben bedacht. Net zoals bij de... Ik geloof niet in het concept van de Switch toen het ooit werd aangekondigd. Nee, tuurlijk. Ik dacht van, wie gaat dit doen? En het wordt succes. Oké. Dat kan ik me herinneren van Gamer.nl inderdaad. Dat de algemene consensus was vrij negatief over de Switch. Ik kan ook herinneren... Het was gelekt toen eerst. Heel erg erop tegen. Volgens mij Simon heb ik ook destijds veel erover horen klagen. Yeah. Ik heb nog gesprekken gehad met oud-collega's die bij Nintendo zijn gaan werken. Waarvan ik zei van, okay, leuk hoor wat jullie doen. Maar ik denk niet dat dit hem gaat worden. En een jaar later moest ik die woorden met een hele grote level weer inslikken. Ah, maar daar ben je dan ook alweer groot genoeg. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk, ja. En nog een jaar later heb ik er ook maar één gekocht. Want toen zag ik dat er toch al heel veel top games waren. Ja. Ja, prachtig. Ik denk dat we er inderdaad volgend jaar iets over gaan horen. Maar ja, we hebben dit gesprek iedere week. Dit was geen nieuwe Switch, helaas. Nee. Maar hey, wie weet binnenkort meer. Het Switch-gerucht van de week. Het Switch-gerucht van de week. Ja. Oh, die moet erin houden. Er was nog een ander gerucht. Een die hele even tijd terug. Joe, eigenlijk. En dan elke keer als we dan voor een Switch-gerucht hebben, moeten we met Joe. En een soundboard. Week. Er was dus nog een ander gerucht een tijdje terug. Namelijk dat er natuurlijk een Kirby-game naar de eShop kwam. Dat gebeurt heel vaak. Ik weet nog steeds niet zo goed waarom. Nintendo die houdt ervan om enkel downloadbare Kirby games uit te brengen. En er is een nieuwe aangekondigd. Hij heet Kirby's Dream Buffet. Het is een race game, soort van. Ja, het is een soort... Nou, het is Fall Guys met Kirby, volgens mij. Nou, Fall Guys met Mario Party. Met Kirby saus. Ja, dat vind ik goed. Kirby saus. Ze zeggen zelf... Smaakt naar marshmallow. I love it. Marshmallow met aardbei. Zoiets. Verwacht ik wel, ja. Dat zou Kirby smaken. Framboos wellicht. Ja, framboos kan. De voetjes alleen. Ja. Vind ik wel een beetje luguber dit, trouwens. Nou ja, Kirby is edible. Dat is serieus. Zeker. Als één game personage edible is, dan is het Kirby. Ja. Ik weet niet of ik dat oké vind. Maar ze zeggen in Kirby's Dream Buffet, dat exclusief naar de eShop voor Nintendo Switch wordt uitgebracht, rollen meerdere Kirby's in vier razende ronden door een keur aan op eten gebaseerde levels. Dus het is een soort van Fall Guys. Spelers racen tegen elkaar op deze overheerlijke hindernisbaan om aardbei te verzamelen en Kirby te laten groeien. Dus hij groeit terwijl je rolt. Ondertussen proberen ze tegenstanders van tafel te vegen met karakteristieke kopieerkrachten die zogenaamde krachtsnacks verstopt zitten. Jacco, ben je nu een persbericht aan het oplezen? Ja, nee, dat was nog geen nieuwtje. Ja, dat is, maar ik vond het ook wel grappig hoe ze het zelf omschrijven. Het is een soort van heet van de naald, maar inderdaad, dat zo beschrijft. Ja. Ja, ik heb heel even een trailer erbij gepakt. Het is letterlijk Fall Guys waar we naar kijken. Ja, nee, maar het is echt, ik heb gisteravond die trailer gekeken. Ik wil dit. Ik heb niet zo heel veel met Kirby, maar ik vind dit alleen al qua concept ziet het er tof uit. Juist omdat, ik dacht ook gelijk, dit is Fall Guys van Nintendo, maar... Ja. Is wel shit, iets meer, geef een Fall Guys van Nintendo, jongens, kom op. Ja, met Kirby inderdaad. Ja. Ik denk dat dit is de perfecte manier om een personage die ook een beetje in de lift zit, met die 3D-platform game die uitkomt natuurlijk, Forgotten World, is wel Kirby, zit toch wel een beetje in de lift. En ik vind het maak de er een hype game van, man. Ja. Doe het. Ja. Ja. Alsjeblieft. Ja. Maar ik denk niet dat die gratis wordt, want er is nog geen prijs bekend. Gaat gewoon geld kosten. Misschien voor Switch Expansion Pass members. Dat zou ik tof vinden wel, denk ik. Ja, nou, als extra. Heb je hem, die Expansion Pass? Ja. Ik vind hem het geld niet waard. Nee, snap ik ook heel goed. Ik heb hem ook nog niet... Nee. Ik zou hem wel willen, maar dan moet hij gewoon beter zijn. En de emulatie van de N64 games is natuurlijk wel verbeterd. Dus dat betreft, maar dan nog. Ik heb hem ook vrij enthousiast gekocht. En ik merk dat ik ook niet zo heel veel mee doe. Ook al komen er wel steeds meer leuke N64 games bij. Als ze Game Boy en vooral Game Advance dingen toevoegen, dan zou het voor mij denk ik wel echt het geld waard worden. Ja. Maar ja, als extraatje zou het tof zijn. Ik vind het wel de leukste downloadbare Kirby game die ze tot nu toe hebben uitgebracht. Hey, Kirby Your Enthusiasm. Hij is nog niet uit, hè? We moeten even rustig aan doen. Wow. Sorry. Ik zag hem staan. Ik dacht, we gaan hem doen. Nee, okay. Misschien dat iemand hem leuk vond in de chat. Niet in de chat. In de luisteraars.
Ja, ik vind hem tof. Dat vond ik grappig bij Jurjen. Jurjen zat hier vorige week weer. Die kon daar niks mee. Bij onze lezers. Luisteraars. Nee, kijkers. Ja, kijkers. Luisteraars? Volgers. Volgers. Fans. Ja, betalende Patreon members. Community. Yes. Yeah. Community. Kirby, leuk. Ja. Ja, vet. Dan was het ook heel warm de afgelopen dagen, heb ik gehoord. Was het hier warm de afgelopen dagen? Nou, ja, ik vind het nu warm. Het is nu ook warm. Het is hier wel warm, maar het komt mee door de grote, enorm grote lampen die op ons gericht staan. Ja, precies. Zou dat het zijn? Dat werkt wel mee, denk ik. En waar het ook warm was, dat was in Japan. En daar heeft het Japanse Twitter-account van Nintendo getweet dat je alleen op de Switch moet spelen als het tussen de 5 en de 35 graden is. Binnen of buiten? Goeie vraag. Dat maakt niet uit, denk ik. Waarom mag je met 4 graden niet Switch spelen? Dat vind ik echt dat is heel gek. Het is gewoon gek. Maar als in gaat dit om zeg maar, het welzijn van de spelers of het welzijn van de apparatuur? Switch. Deze week wordt op diverse plekken op de wereld mogelijk warmer. Toch zeker op locaties die al snel warm worden, zoals auto's die in de, auto's die in de zon geparkeerd staan. Ja. Hoewel er niet wordt gesuggereerd dat de Switch beschadigd kan raken wanneer het extreem warm wordt, kan de console automatisch uitgaan. Ja, het is... hebben natuurlijk een zo'n failsafe, die dat heb je ook in smartphones. Tuurlijk, ik heb het even opa verteld, autosportverslaggever, 2 keer de Dakar Rally in Zuid-Amerika nog gevolgd, was ik bij in de woestijn. Wow, en toen ging de telefoon af en toe ook gewoon uit van de warmte, dus ik weet wel hoe het is. En ook trouwens op de skipiste ook wel eens gehad, want dan was het -10. Dus ik kan me goed voorstellen dat het met een Switch ook gebeurt. Ja, precies. En ze zeggen ook, kijk uit dat je de ventilatiepoorten niet blokkeert. Oh ja. Want dan kan die nog warmer worden. En ze zeggen dat je je Switch dock ook op een plek moet neerzetten waar geen warmte blijft hangen. Wel even voor de goede orde. Ik wil wel eens in iemands huiskamer komen. Oké, vanuit in West-Europa, waar het warmer dan 35 graden is. Ja, dat moet een soort weirde fetish zijn. Er zullen ook mensen zijn die het hebben of willen of zo. Maar doorgaans is elke huiskamer wel ergens tussen de 5 en 35 graden. Het is niet voor niets huiskamertemperatuur. Dat precies. Is een begrip dat ontstaan dat is. Dat is gewoon rond de 20. Dat is niet 35 graden. Nee. Nee, precies. Maar tenzij jij inderdaad in de tuin wil gaan zitten en met een hittegolf en een switchdock met je televisie op het terras in de volle zon, dan kan ik me voorstellen dat deze waarschuwing... Het terrarium van je slang zou het ook erg warm zijn. Nou ja, als je... Van je slang. Als je... Maar stel je laat heel je switch liggen... Heel graag met de slang spelen. Oh yeah, dat is wel de droom, denk ik. Dan doe je hem zo in een doos soms, de slang. En dan het lijkt de slang een andere slang te zijn aan het eind. Want hij vervelt. Wat een twist. Ineens krijg je een cutscene van een uur ook. Ja, met een slang. Die slang zit. Ja, ja maar ik snap wel dat je Switch misschien in een auto laat liggen of zo. Ja, en dat hij dat dan heel warm kan worden. Ja, dat zou ik niet doen inderdaad. Nee. En ik merkte zelf, ik was in Barcelona afgelopen weekend, dat mijn telefoon ook gloeiend heet werd in mijn zak. En ik heb dan, hij ging niet uit, maar ik heb wel een keer zo'n failsafe meegemaakt dat als je een hotspot aanzet, wordt je telefoon ook heel warm. Zo, ja, zeker. En ik had toen in mijn nieuwe huis nog geen internet. Heb ik ook nog een week op een hotspot moeten internetten. En toen af en toe zei hij, ik doe hem uit, het wordt warm. Oké. Ja, dan zit je dan. Ja. Dan moet je wachten tot het weer cool is. Dus goed dat Nintendo zo zorgt voor de Switch-spelers. Dat en het is ook relevant, want ik hoorde zo net op de radio... Ik luister radio. Ja, ik geloof daar dus maar niks van. Maar welke radiozender? BNR. Heel goed, Cody. Dankjewel. Dit hoorde ik toevallig. Was het BNR? Van... Nee, dat was 538. Oh. Dat is jammer. Volgende week dinsdag wordt het 40 graden. Ja, dat in Nederland. Waar dan? Voor vandaag, als we dit opnemen, was ook heel hoge temperatuur voorspeld. En het is, 25 graden. Ja, dat valt alles mee. Het is zelfs bewolkt. Tenminste, vanochtend. Ja, nu is het zonniger. Maar... Ik weet niet of dat het beter maakt, want dan blijft die warme lucht wel hangen. Zeker als je in de stad woont. Gewoon een keer flinke onweersbui ergens tussen nu en het weekend. Dat zou vast wel weer komen. Altijd wel leuk, vind ik. Lekker. Kom maar goed. Dan het laatste nieuwtje. Dit is een gerucht. De Mario Kart parcoursen die bij de Expansion Pass zitten, die worden uitgerold. Alleen we hebben de tweede pack nog steeds niet gehad. Ga verder. Nou ja, er is nu een indicatie wanneer ze misschien komen. Namelijk... Ik krijg elke week de vraag van mijn vriendin. Dus beantwoord hem alsjeblieft, Jacco. Wat er af en toe gebeurt Gefeliciteerd, ja. Af en toe heb je in Japanse 7-Eleven winkels heb je advertenties. Dat hadden we ook voor Super Smash Bros. En andere games. Maar wat er vaak gebeurt is dat ze een deadline hebben voor een advertentie. En die mag nog niet vertoond worden tot een bepaalde datum. En voor deze Mario Kart Booster Course Pass is dat 17 juli. Dus... Oké. Oh, dat is bijna. Er wordt gespeculeerd dat die 18 juli uitkomt. En dit is heel vaak ook gebeurd met Super Smash. Ja. Opeens. Nu beschikbaar. Nou, het gekke is ook, weet je, er moeten nog, als ik me niet vergis, 5 van deze pakketten komen.
Minimaal. Vijf keer acht banen, toch? Of zijn, waren het zelfs acht in nee, totaal? Ja, voor mij acht in dus totaal. Dan maar er wel nog tussen nu en eind 23 staat in de e-shop. Ja. Dus, maar goed, maar het is alweer voor mij een maand of drie geleden dat de eerste batch van ja, de dat was maart of zo. En er was volgens mij ook al gespeculeerd over wat er dan in deze batch zou zitten. Ja, dat klopt. Heb ja, je daar dat iets was... over staan, Jacob? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Okay. Dat had jij toen wel Wat ik dan wel weer interessant vind, ondanks de controverse toen de eerste batch kwam van, oh, dit zijn gewoon hergebruikte Mario Kart Tour circuits en ze zien hem heel goed uit, want dat is zo, dat hebben we gezien in de vergelijkingen. Ja. Maar aangezien een tijdje geleden bijvoorbeeld Amsterdam werd toegevoegd aan Mario Kart Tour, ik zou het wel vet vinden om, om Amsterdam ook een Mario Kart 8 Deluxe te hebben eigenlijk. Gewoon leuk. Ja, nee, zeker ook omdat ik zelf Mario Kart Tour nooit heb gespeeld. Ik heb ook nooit die interesse gehad. Ik heb het toen het net uit was, een paar weken serieus van het gespeeld. Ja. Nee, ik weet nog, het kwam uit terwijl ik met mijn toen nog vrienden, nu verloofde, op vakantie was in Singapore en Bali. Dus we ergens, een paar jaar geleden, dus toen ergens internet gezocht in een wifi café of zo. En heel snel gedownload en die game best wel veel gespeeld. Maar dan haal je er ook wel het meeste uit. Ja. Nee, maar dat was wel leuk. Maar toen was het voorbij en toen hadden we door wat voor een evil mechanics erin zitten om je maar te laten spelen. Ja, wel agressieve monetization op, Ik heb het alleen weer even geïnstalleerd toen Amsterdam beschikbaar kwam, want nieuws. Ja, ik heb het ook, ik heb het toen ook geprobeerd. En inderdaad, er was een datamine laatst en er was een afbeelding op te zien en daar kon je een aantal banen zien. Een groot deel van Mario Kart Tour ook, zoals Sydney Sprint, New York Minute, Singapore Speedway. Maar ook Mario Circuit, DK Summit. Welk Mario Kart Circuit? Van welke? Van de Super Mario Kart. Oh, weet je dat? Ja. Oh, cool. Ja. Rainbow Road, van Waluigi. Welke? Ja, dat staat er ook niet bij. Welke Mario Circuit is jouw favoriet? Van de Double Dash, toch? Mario Circuit van N64, sowieso. Van de 64, dude, dat is een classic. Daar kan je dat is naar zo'n mooie technische Princess Peach's baan. Castle, toch? Ja? Nee. Dat is Royal Raceway. Dat is Royal Raceway. Die zit er al in. Ja, allang. Okay, nee, maar Mario Raceway. Mario Raceway heet die. Van Mario Kart 64, sowieso de beste. En DK, welke noemde je? Summit. Dat is van de Wii? Dat is van de Wii. Dat is een van de weinige banen dat een rechte lijn is en niet met laps gaat. Moet die DK pass van. Nee, dat was niet pass. God, Mountain? Mountain Tumble. God, ik ben de naam. Van Double Dash is van DK Mountain. Dash. Ja, DK Mountain. Dat je gelanceerd wordt met de ton helemaal naar de top en dan stuit. En dan die haarspel bochten naar beneden. Die je mooi kon afsnijden trouwens. Dat was mooi. Dat was een circuit. Dat is dope. Ja, dat wil ik circuit. Dat is niet mijn favoriete DK Jungle. Of DK-baan. Die van de Wii is mijn favoriet. Parkway uit N64 was ook erg goed. Die was ook goed, met de blubber, is dat? Ja. Maar DK Jungle van de 3DS is de best. Van de 3DS? Ja, dat is met die mannetjes. Nee. Ja, die is zo goed. Met die grote banaan. Die, die zit er al in, maar nee. Die zit er in N64 en zeker op de GameCube echt. Maar goed, de DK-banen zijn dus low-key het best. Zijn wel vet. Ja, alleen de vreemde eend in de bijt was DK Pass op de DS, want die was besneeuwd. Je denkt dan later met Tropical Freeze, it makes sense. Ja, nee, dat is DK Summit. Waarom kom je met een... Ja, nee. Ja. DK Pass was dat toch? Nee, DK Summit is dat. Dat is die ene baan dat je gewoon naar beneden gaat op de piste. Ja, dat is de 3DS. Ik bedoel Mario Kart DS. Was daar ook? DK Pass was ook een besneeuwde bergtop. En die sloeg helemaal nergens op. DK Pass. Die weet ik niet meer. Oh, je hebt gelijk. Ja, dat is ook in de sneeuw. Deze ken ik ook niet. Ook 2005, denk ik, Mario Kart DS. Ja. God, ja. Wat keken we uit naar die game en ik vond hem zo tegenvallen. DS? Ja. Oeh, daar gaan we het zo even over hebben. Oké, prima. En verder, Waluigi Stadium, Rainbow Road, zei ik al, Sunset Wilds. Waluigi Stadium, vet. Die is leuk, ja. Ja, leuk. Ja, dat is ook GameCube. Ja, goed. Ja, ik denk dat ze dan binnenkort wel inderdaad worden aangekondigd. 17 juli, dat zou dan volgende... Nee, het zou deze week al zijn. Ja, vrij snel. Nou, dan kan ik me geloof hopelijk blij maken met het nieuws. Ja, misschien worden ze dus vandaag om te schakelen naar verloot. Ik ben zelf ook al een jaar lang verloot. Oké, okay, nou ja, ik een half jaar, maar ik... Ja. Krijg het nog steeds niet goed, altijd. Goed, begrijp anderhalf jaar lang, jezus. Zo. Maar ik vind ook fiancé klinkt lichter dan verloofde. Fiancé is een normale woord in het Engels dan verloofde in het Nederlands. Nederlands of zo. Ja, vind ik ook. Ik merk ook een soort ongemak bij mijn verloofde als ik een verloofde zeg, terwijl ze is mijn verloofde. Ja. Dus ja, maar goed. Je gaat het inderdaad ook direct als verloofde. De echte vraag, Cody, is of je over, in mijn geval iets minder dan een jaar, ook gewend raakt aan mijn vrouw zeggen. Erik Nusselder kan het nog steeds niet normaal. Is al jarenlang getrouwd. Ik elke keer zegt hij mijn vrouw. Ik denk wat... Nus, we noemen hem Nus van de studie nog. Dat vind ik eerlijk al heel lang. Ik denk van, waarom? Weet je? Nee, ik heb dat heel erg... Tot zover. Ik weet nog wel dat bij Lucas, toen wij begonnen met de podcast, was Lucas de host natuurlijk. En toen zei hij altijd, mijn vrouw. En ik weet nog wel dat ik altijd dacht van, ha, zo decadent. Of zoiets, ik weet niet. Ik vond er iets van. Ja, nee. En inmiddels is het mijn realiteit aan het worden, vind ik het super weird. Ik kan me niet voorstellen. Als je een kind hebt, wordt het nog gekker. Dat is iets waar ik nog niet met mijn hoofd bij kan. Goed zo. Trouwen begin ik aan te wennen, aan het idee. Stap voor stap. Ja, geniet van je vrije tijd en je energie en je slaap en alles. Oh ja, slaap. Prachtig, man. Ik zit er denk ik ook hier een bruggetje van kan maken, maar het lukt me niet. Een baby Mario. Waar moeten we naartoe? Daar help ik. Nou, het is mijn werk om bruggetjes te maken.
Ik dacht, ik bewaar het Mario Kart nieuwtje voor het laatst. Want ons bonusonderwerp is natuurlijk Mario Kart. We wilden het heel graag over Mario Kart hebben. Okay. Joe, jij bent... ik denk dat jij... Moet ik dit zelf meer uitleggen? Meer weet van... Je mag het zelf uitleggen als je wil. We gaan even terug naar 2004. Oh, ja. Heel graag. Mario Kart Double Dash. Een jaartje uit. Ja. En Nintendo Benelux, of Nintendo Nederland was het toen nog volgens mij, organiseerde het Nederlands kampioenschap Mario Kart. Sick. Double Dash. Was dat de eerste keer? Nee, ze hebben ook met de N64 en volgens mij ook met de SNES hebben ze het ook gedaan. Sterker nog, ik had een, jawel, echt oldschool, Telekids magazine. Wow. Tijdschrift, waarin een verslag stond van het Nederlands kampioenschap Mario Kart 64. Sick. En de winnaar daarvan is nog een jaar lang de manager van een gamewinkel geweest, waar ik mijn middelbare schooltijd veel te veel tijd heb gespendeerd. Oh. Dus dat ook. Maar goed, Mario Kart Double Dash dus, 2004, Nederlands kampioenschap. Daar had ik me voor gekwalificeerd, ondanks dat ik alleen in de weekenden mocht spelen, want mijn school ging heel slecht. maar toch gekwalificeerd, mocht erheen, was in Huizen, bij de kartbaan van de Coronels, die Coronels, ik ook goed ken van mijn werk in autosport. Oh. En daar, tot mijn eigen verbazing, want er waren bijna allemaal volwassenen en ik was 15, won ik elke ronde en stond ik op een gegeven moment in de finale en ben ik tweede geworden. Jij was die 19-jarige schermer. 16. 15. Ja. 15. Echt. Ik heb de foto's nog. En, maar goed, ik werd dus vice-kampioen Mario Kart van Nederland. Sick, wat gaaf. Dus, dat vond ik toen heel tof. Daarna was het niet cool. En nu gebruik ik het alweer jarenlang als badge of honor om te zeggen... Ik zou dit in mijn Twitter-bio moeten zetten. Vice-kampioen Mario Kart van 2004, weet je wel. Nee, maar goed. Anyway, nee, dus ja, toen, dat was mijn e-sports heyday. Yeah. En daarmee heb ik met Mario Kart natuurlijk dus ook toen een hoogtepunt gehad. Zeg maar. Yeah. Dus dat was leuk. En daarna alle Mario Kart wel gespeeld, maar goed, dat was leuk. Ja, maar zit jij nog een beetje in die competitieve scene? Nee, totaal niet. Ik heb toevallig in mijn eigen podcast over games op BNR, All in the Game, heb ik de beste Mario Kart speler ter wereld, Karel van Duivenbode, een keer geïnterviewd. Wow. Oh, wow. Die moet je ook een keer het gast hebben. Dat is een hele toffe gast. En die in augustus is weer het wereldkampioenschap Super Mario Kart in eSport Game Arena in Alphen aan de Rijn. En daar is hij ook altijd bij. Hij is een van de mede-organisatoren. Okay. En dat is echt heel tof om te horen hoe die scene nog steeds met een game uit begin jaren 90 nog steeds doorgroeit. Bizar is dat, ja. En dat vind ik heel tof. Dus ik vind het fenomeen cooler dan het zelf kunnen. Yeah. Maar, dat gezegd, ik heb wel elke Mario Kart gespeeld. Ik heb ze ook allemaal. En wij gaan niet winnen van je. Nou, vast wel. Want het is Mario Kart. Het is uiteindelijk bedoeld om competitief te spelen. Sterker nog, mijn verloofde zegt af en toe... zullen we even Mario Kart spelen? Gewoon van het zeker als er weer een nieuwe DLC-badge uitkomt binnenkort. Dan weet ik weer wat er gaat gebeuren. En dan wil ze winnen. Ondanks dat, en dan verliezen ze. En dan zeggen, hoe kan dat nou? Ik zeg, weet je nog, 2004? We kennen elkaar nog niet, maar... Nee, maar goed. Dat speelt dus, in de kaart, hoor. Nee, maar goed. Nee, ik ben niet... Ik zou zeker nu misschien zeggen dat ik misschien net bovengemiddeld goed ben in Mario Kart. Oké. Okay. Echt niet de allerbeste. Oh, okay. Maar het leuke aan Mario Kart is nog steeds dat het... Vrijs ik weer terug naar het concept gewoon van snelheidscompetitie. Mario Kart perfectioneert dat op zijn eigen manier door gewoon het concept van rubberbanding, items... Het haalt het constant naar elkaar toe. Ja. De zwakte van autoracen, dat zie je in de Formule 1... is dat de beste zijn weg en het middenveld ziet ze nooit meer terug. En Mario Kart heeft dat gewoon gefixt met items. Ja. En daarom is het grappig dat de elektrische Formule 1 tegenhanger, Formule E, bestaat ook een aantal jaar, had op een gegeven moment een soort boost bedacht, elektrische boost. Want dat kan met elektrische racen. Alleen als je een bepaalde positie had, of op een gegeven moment zelfs met een speciale lijn, eigenlijk een soort shortcut. En dan kun je een bepaalde tijd met meer vermogen rijden dan anderen. Dat heette Project Super Mario, toen ze dat ontwikkelden. Dat dus het feit dat er naar Mario Kart gekeken wordt... om in de echte fysieke autosport dingen spannender en leuker te maken... Dat zegt al genoeg over hoe tof Mario Kart als concept is... om mensen tegen elkaar te laten racen en het altijd leuk te houden. Ja, want ik vraag me altijd af... ik heb het idee dat iedereen zegt dat hij goed is in Mario Kart. Ja, maar het is altijd als we Mario Kart doen, we hadden vorige week... Ik heb daar ook een verklaring voor. Ja. Oké. Okay. Wij zijn doorgaans de game man in onze vriendengroep geweest vroeger. Mm-hmm. In het goede. Ja. Of, dus nog steeds zelfs. Of nog steeds zelfs. Ja. Vanzelfsprekend ben je dan dus het beste in gamen en dus in Mario Kart. Dat dus denken in jouw ze. Groep win je altijd. Dan ga je naarmate je ouder Dat hoor je wordt, te zeggen. Dat hoor je dan te zeggen. Inderdaad. En dan op een gegeven moment leer je vrienden vanuit collega's kennen. En wordt dat een soort van je groepje. En dan zit je dus met al die guys van die vriendengroepen die het beste waren. En dan ben je in één keer zo goed niet meer. Ja.
Daarom is iedereen altijd het beste in Smash. Tegen iedereen zeggen, ben je goed in Smash? Oh, ik pak je, easy. Ja, maar Smash is a different beast. Want Smash is, daar heb je gewoon van die fanaten. Dat is van waar. Die maloten die nog steeds melee gemot op emulatoren spelen. Want dat is de meest pure vorm van Sterker Smash. Sterker nog, de grootste Smash-competitie die nog gaande is... Ja, ik vroeg me af wat het was. Is melee. Dat is nog Dat, prima, weet je wel. Oké, stay there, best. Maar ik wil gewoon elke keer de nieuwste Smash. Ik vind Smash op de Switch ook heel leuk, ondanks dat ik het nooit speel. Maar Mario Kart is altijd toegankelijk gebleven. Eens. Ja. En dat is het mooie. Ja. En natuurlijk, de allerbeste Mario Karter wint 9 van de 10 keer van gemiddelde Mario Kart spelers. Maar 90% van de mensen die Mario Kart spelen, 95% misschien wel, kan het altijd tegen elkaar opnemen en een kans maken door de manier waarop het ontworpen is. En dat is bij Smash echt wel anders. Absoluut, ja. Nee, dat is goed. Dat maakt Mario Kart nog steeds zo fantastisch. Ja, maar ik vind het grappig dat mensen altijd... Ja, mensen zijn altijd zo zelfverzekerd van zichzelf. Ja, ik pak je bij Mario Kart. En dan maar dat denk is toch ik, mooi? Het is ook, ja, tuurlijk. Het is wie zegt er nou van, hey, we gaan voetballen, ik win sowieso van je. Nee, dat zeg je Duitsland, maar dat zeg je niet tegen mensen tegen elkaar. Dat heeft ook een soort van ander imago. Dat is een beetje cocky. Terwijl bij Mario Kart hoort het erbij. Ja. You're supposed to say dat je de beste bent. Altijd. Dat is hoe het gaat. Ja, maar ja, dan vraag ik me af, waar zit dan het verschil in tussen de mensen die echt goed zijn... En de mensen die een beetje geholpen worden door de randomness van de game. Ik denk dat in de basis is het gewoon aan de basis van de game voldoen. Dat je in het geval van Mario Kart 8 Deluxe gewoon zorgt dat je altijd 10 muntjes hebt. Want dan ga je harder. Ja. De mini-turbo blijven gebruiken. Ik zie nog steeds mensen die niet zelf driften. All the time als het kan. Ja. Weet je, doe dat, want je gaat sneller. Punt. Ja. Item management. Weet je, altijd een item bij je hebben en eigenlijk weggooien als je weet, ik kan nu een betere krijgen. Hoewel ik toch zo stom ben soms, dan lijk aan de leiding, heb ik de toeter, doe ik de toeter weg. Dan suk je. Maar goed, dat gebeurt. Of je hangt de banaan te snel achter je in de mede en dan draai je terwijl je ZR ingedrukt houden. En denk je, weet je, ik laat hem maar los. Dat soort dingen. Dan komt er een groen schip. Nou ja, en ook gewoon... Als het tegen zit, gewoon accepteren dat het spel even tegen je is. Ja. Daar is mijn verloofde heel slecht in. Die zegt, het spel is tegen me. Ja, dat hoort erbij. En dan de volgende zegt, oh nee, dit squeeze. En dan wint ze, weet je wel. Dat soort dingen. Ja, ja. Dat is Mario Kart. Omarm het. Weet je wel, net zoals het leven ook vol teleurstellingen zit, is Mario Kart af en toe ook. Die moet je ownen en dan accepteren dat de volgende kans misschien wel voor jou is. Ja. Dat maakt het heel erg filosofisch. Het leven eigenlijk. Ja, ja nee, maar dat is wel. Sommige games zijn dat gewoon. En Mario Kart doet dat heel goed, omdat het de randomness factor heeft. Ja. Weet je wel, die items boxes zijn dobbelstenen. En net zoals bij rollenspellen, ik ben toevallig ook een vervent Dungeons & Dragons speler, bepaalt de dobbelstenen ook heel veel van of dingen wel of niet lukken. Ja. En die factor X, onzekerheid, is in het echte leven ook. Dus die randomness factor werkt gewoon heel erg om het op die manier te laten werken. En het dus ook voor iedereen leuk te houden, want iedereen heeft gelijke kansen. Op papier. Op papier. Los ervan dat je dus inderdaad wel dingen kan perfectioneren. Tuurlijk. Als oprecht stukken gewoon, de boost halen. Dat was bij Double Dash was dat heel erg OP. Is dat snaken? In Mario Kart DS was het heel erg. De S is dat je zo heen en weer gaat, toch? Ja, en dan krijg je kijk, bij Double Dash... Ja, uiteindelijk is snaken ook een beetje retrospectief op bijna elke Mario Kart toegepast, volgens mij. Oké. Want ik geloof zelfs bij Mario Kart 64 dat op een gegeven moment zo benoemd werd. Bij Double Dash werd het ook zo benoemd, maar dat was wel wat minder erg. DS had er heel veel last van. Ja. Nog wel een paar delen. Volgens mij valt het bij Mario Kart 8 Deluxe wel mee. Maar daar heb ik niet heel goed. Want ik weet toen, ik heb op Double Dash heb ik Mario Circuit. Had ik op een gegeven moment zo'n weirde zomerbui. Dat onze vriendengroep het fantastisch vond om elkaars time trial te verbreken. Ja, en dat leuk. Is volledig uit de hand gelopen natuurlijk. Zo gaat dat. Op een gegeven moment rijden 0,01 seconde vanaf. En dan ga je lekker zitten op de bank. Dan denk je, nou kom maar op. En dan rijdt iedereen ineens een hele seconde vanaf. Ja. Je kan er altijd meer afsnoepen. Door je drie boosts die je krijgt tuurlijk. Op een bepaald moment in te zetten. En maar dat is toch ik weet nog wel waar dat op neerkwam. Dat was echt dus 100% dat snaken. Elk rechte stuk. Even snel die boost halen. Pap, 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 en dan dat je eigenlijk non-stop aan het boosten bent. Ja. Er is niks mooiers dan op Yoshi Circuit. Gewoon perfect in de lange doordraaiende tunnel. Ja, gewoon elke heerlijk. Keer perfect je mini-turbo. En dat kan eigenlijk in Mario Kart 8 Deluxe net wat minder. Want de drift heeft daar net iets minder finesse. Dat is ook waarom ik Double Dash, los van in 2004, gewoon de mechanics nog zo fijn vind. Het is heel voelbaar. Het is heel erg een beetje stuiterig. Een beetje, je voelt gewoon waar de wieltjes naartoe gaan. Absoluut. En daarom blijft Double Dash gewoon ook vet om te spelen. Ja, Nintendo brengt Double Dash naar de Switch. Alsjeblieft. Zouden ze dat doen? Ik denk het niet. Nee, ze willen F-Zero GX ook niet naar de Switch brengen. Dus dit gaan ze helemaal niet doen. Nee. Zelfs als iemand $10.000 aan aandelen koopt en bij de aandeelhoudersvergadering van Nintendo vraagt om F-Zero, doet Nintendo het niet? Nou ja, dat hebben we vorige week ook over gehad. Hij vroeg van, hey,
wanneer breng je nou een nieuwe F-Zero uit? Ja. Toen zeiden ze, ja, we kunnen niet alle games... Maar echt, ik snap niet wat we nog moeten doen om een nieuwe F-Zero te krijgen. Het is lang geleden. Het is gewoon, lang geleden. 2003 GX. Daarna hebben we nog wel op de Game Boy Advance GP Legend en Climax alleen in Japan gehad. Kijk, hadden we dus niet hoeven opzoeken allemaal, als Joe er vorige week was. Allemaal. Nee. En daar hebben we nooit mee gehad. Niks. Ja, zelfs geen heruitgaves. Oh, dat is... Ja, sorry, ik kan hier heel boos over worden. En hier mag snap het, ik. Natuurlijk. Hier mag je dat doen, inderdaad. Ja. Nee, maar het is wel frappant. Ik bedoel, bijna alle franchises worden langzamerhand gerevived. Ja, maar daarom. En niet F-Zero, maar het ook Star Fox ligt ook nog steeds stil. Nee, maar daar hebben we nog op de Wii U tenminste een game van gehad. Ja, die was niet zo best, toch? Dat was oké. Okay. Maar niet top. Maar gewoon dat Nintendo, ondanks fan demand, consequent weigert... Oké, toegegeven, op de Switch hebben we wel met F-Zero X... De opgepoetste versie met emulatie en zelfs online multiplayer. Dat is tof. Is dat zo? Jazeker. F-Zero X kun je op de Switch met de Expansion Pass spelen. Dat is cool. Maar ga dan verder. Hopelijk zien ze dat leeft en dat ze dan toch iets nieuws gaan maken. Maar... Ja, je had Fast RMX, toch? Dat was een launch game, volgens mij. Ja, Fast RMX is ook leuk, maar het is... Weet je, er zijn best wel wat futuristische racers ontstaan vanuit, weet je wel, het idee van moet spirituele opvolger van F-Zero GX hebben. Maar het is het allemaal net niet. Nee, ja. Omdat F-Zero zo'n door en door Nintendo ding is. En GX was nog perfecter, omdat toen AV van Sega Amusement Vision het ging doen. En het Nintendo en Sega was en het dus nog beter werd. Ja. Met mensen die Daytona USA hadden gemaakt. En Monkey Ball notabene. En dat werkte gewoon. Ja, ja. Dus maar ik weet dat Nagoshi, hij is niet per se beschikbaar, maar die zou het wel volgens mij weer willen, de man achter GX. Heeft hij gezegd, al te lang geleden, volgens mij 2 jaar terug. Ik bedoel, bring the band back together, Nintendo, doe het. Bring iedereen super oud. welke console is er nu op de markt? er is een Switch Splatoon Edition, dat is het nieuwste. Dan gaan we hem daarvoor ontwikkelen. Alleen daarvoor. Nee, maar het is in het verlengde wat ik wel opvallend vind aan dat het een F-Zero is. Ook bijvoorbeeld als je naar Smash kijkt, alles wat daarin wordt gepusht. Bijvoorbeeld al die JRPG-mannetjes die dan komen van Fire Emblem, et cetera. En nog steeds doen we het alleen met Captain Falcon. Ja, ik wil niet zeggen dat er heel veel... Qua playable Smash characters kan ik hem nog wel handelen. Maar het feit dat ook Mute City en Big Blue worden in Mario Kart komen... altijd weer gepusht in die nieuwe Mario Kart. In Mario, ja. En dan, kijk wat ze met Joker hebben gedaan voor Persona 5. 2017 of zo kwam die in de game. Ja. Nee, 2019. Dit personage uit die game die jullie nog lang niet op de Switch gaan krijgen. Ja, dat is ook dat zo bizar. Was ook mag. Ja. Cloud Strife wat dat betreft ook, maar goed. Nee, maar het doet wel verlangen als ik Big Blue speel. Wat natuurlijk altijd traditioneel de kutmap was. Want het was die ene map waar alles weird was. En wat op Mario Kart 8? Op Smash. Op Smash was Big Blue altijd... Hoe kan je die nou weer spelen? Mario Kart vind ik wel vet. Op Melee. Mute City, dat doet verlangen. Als je die map speelt op Smash, maar gewoon überhaupt F-Zero is zo'n eigen franchise van Nintendo, weet je? Het was altijd F-Zero versus Wipeout van PlayStation. Nou, Wipeout ook leuk, zijn eigen ding. Het zijn eigenlijk verschillende games, ondanks dat ze conceptueel misschien overeenkomen. Mm-hmm. Maar het feit dat nu al een hele generatie, bijna 20 jaar lang, F-Zero eigenlijk alleen maar van horen zeggen en verwijzingen in Smash en Mario Kart snapt. Ja. In plaats van dat er gewoon een nieuwe game van komt. Ja, dat was inderdaad mijn punt. Net. En besef dat alle F-Zero's in de space van 15 jaar zijn uitgekomen en er nu al meer dan 15 jaar na de laatste is verstreken. Dat is ook raar. Dat is echt heel vreemd. Ja. Maar F-Zero, even kijken, want je had eerst F-Zero en F-Zero. Toen daaruit, omdat F-Zero te hardcore was, is daaruit is Mario Kart ontstaan, toch? Of niet? Was dat niet een beetje de gang van zaken? Ja, daar zit wel een link. Ik weet even niet precies hoe het verhaal zat, maar sowieso het deelt de Mode 7 techniek. Ja. En het is wel mede voortgekomen uit van oké, we gaan het nog meer appealing maken, want F-Zero was een launch game voor de SNES. En Super Mario Kart is waar het echt populair werd. Ook omdat Mario en zijn vriendjes erin zaten natuurlijk. Ja, want volgens mij zagen ze het niet zitten om... F-Zero, kon je dat in multiplayer spelen? De eerste niet, nee. Ja, dat was volgens mij het idee. Ik heb een tijdje terug ben ik een beetje in de geschiedenis van Mario Kart gedoken. Volgens mij was het idee dat ze een multiplayer game in F-Zero wilden maken, maar ze zagen het niet zitten omdat het zo snel ging. En toen hebben ze daar Super Mario Kart voor gemaakt. Dat sluit aan, ja. Ja. Jij hebt vaak Double Dash genoemd, Joe. Mm-hmm. Wat is jouw... laat het zo doen. Wat is jouw top 3 Mario Kart games? Heb je die in je hoofd of zou je daar... Ja, zeker. Okay. Ik ben heel benieuwd. Een beetje on the go. Het klinkt al een beetje, maar dat is ook heel persoonlijk. Double Dash, toch wel topspot. Ja. Derde... Nee, ja, lastig. Ik vind favorieten en beste lastig te onderscheiden. Want ja, dat de beste, heb ik ook heel erg. Ja. De beste is gewoon objectief Mario Kart 8 Deluxe. Ja. Omdat het gewoon de ultieme Mario Kart is. Ja. En er zitten gewoon heel weinig fouten aan die game. Ja.
Hoor dat, Cody? Nee, maar daar ben ik mee eens. Oh, ja, okay. En de beste game is ook de Dan zet ik toch Double Dash op 2, want dat is vooral voor mij persoonlijk. En ik vind het gewoon een hele goede game. Ondanks, ik weet nog dat die uitkwam, ik had hem net gekocht. En ik speelde hem thuis, ik dacht van, deze game is niet af. Yeah. Het voelde gewoon heel wacky. En dit was een week na F-Zero GX. Die kwamen een week na elkaar uit in 2003. En ik had F-Zero GX, nou, wow, fantastisch, heel lang uitgegeven. Oh ja, Mario Kart komt, nou, die haal ik ook wel. En dan had ik net F-Zero heel veel gespeeld. En Mario Kart voelde dan heel erg, ja, weer kiddie. Een oud, vies woord dat we gebruikt om Nintendo te beschrijven. Yeah, yeah. En ongepolijst of zo. Dus ik had heel erg gefocust op F-Zero GX. Nou, toen kwam op een gegeven moment dat toernooi. Ik dacht, nou, ga ik meer op Mario Kart doen. Of dat Nederlands kampioenschap moet niet kleiner maken dan het is. Dus toen Mario Kart Double Dash gaan spelen. En daarna pas die game nog meer gaan waarderen voor wat het is. Yeah. En wat ik zeg, dat hele idee van hoe ik nu die physics beschrijf en hoe je precies voelt waar je met je autootje heen gaat, dat kon ik toen nog niet bevatten. Maar nu, ik vind gewoon Double Dash klopt gewoon heel erg. Als losstaande game zou het ook heel goed werken. En het concept van twee characters op een kart, fucking leuk. Ja, is heel leuk. Ja. Superleuk. En ik ben Waarom ergens blij dat meer, ze dat. Nou, ja, ik ben daar ergens blij mee dat ze dat nog niet hebben revisit. Als je dat moet doen, dan moet je die gimmick wel weer zeg maar relevant klopt, maken. Maar Double Dash 2. Triple Dash. Triple Dash. Oh shit. Oh. Nou, er is een arcade game die dat doet, hè? Want er zijn ook de Mario Kart arcades. Sommige kun je in Nederland spelen bij de Game Set arcades. Echt met drie personages? Ja, die versie dan weer niet. Maar er zijn Mario Kart arcade games waarin je samengeklonterde auto's hebt door een power-up. En volgens mij is dat tot maximaal drie characters bij elkaar. Oh. Correct me if I'm wrong. Maar dat is een samenwerking tussen Nintendo en Namco. Dus ook Pac-Man zit erin en zo. Dat is allemaal heel weird. Maar goed, back to basics. Nummer 3, Mario Kart 64. Ja. 64, en dat is de eerste die ik heel veel gespeeld heb. Want ik had Super Mario Kart veel gespeeld. En de eerste was Nintendo 64 en Mario Kart 64. En die game heeft ook iets heel eigens, sterks. Ik vind het heel moeilijk om dat te beschrijven. Mario Kart 64 heeft gewoon heel goed, ook in de manier waarop Mario Kart beleefd wordt in de popcultuur, zijn foothold, weet je. Super Mario Kart was de eerste, Mario Kart 64 maakte het echt groot. Ja. Ja. En je ziet nu nog steeds de memes van dezelfde items, de sprites uit Mario Kart 64. De Twomp-blokken in de Room Effect is heftig. Weet je, het is gewoon, en de muziek ervan. Mario Kart 64 is volgens mij voor heel veel mensen nog steeds de definitie van Mario Kart. Dat is misschien ook omdat het mijn generatie heel erg is. Ja. En alle delen daarna waren het wel tof, weet je wel. Ook op de DS, 3DS, Wii. Wii was ook wel heel tof, want online, maar vond ik dan qua physics weer minder indrukwekkend. Wii was heel beperkt. Je kon na drie, de piek was heel laag. Ja. Na vijf potjes wist je dat je de motor moest pakken, je wist dat je de wielen moest trekken. Zeker omdat door de toevoeging van motoren werd het ook gewoon, in mijn beleving, want sowieso, ik hou niet van motoren, twee wielers, man, werd het gewoon verpest, want neem een motor en je was sneller. Ja, dat is waarom de Wii-versie niet werkte. Wel goede fijne maps gebruikt. Ja, goede tracks. Gelukkig ook dat sommige troepen. Ik vind ook tof dat Maple Treeway uit Wii bijvoorbeeld naar Mario Kart Tour kwam, want dan kun je verwachten dat hij ook de Mario Kart 8 Deluxe gaat. Ja, die zat dus ook in die data. Die wil ik graag. Maple Treeway is heel vet. Ja, die is tof. Die mooie doordraaiende bocht om die bomen heen. Zo. Hey, wat vind je dan van Super Mario Kart? Want dat is, wij zijn natuurlijk, ondanks ik daar ook groot mee ben geworden, vond ik dat destijds al niet zo heel interessant. Ik had dat ook met Mario 64. Nogmaals, ik leefde toen heel erg in de conventie, ik ben voetbalman, geen raceman. Mm-hmm. Dat is mijn broer. Jij speelde Mario Smash voetbal, ook een fantastische absoluut, game. Absoluut. De nieuwste, not so much. De GameCube-versie is fantastisch. De GameCube-versie is de best. OG. Maar Super Mario Kart heb ik altijd wel interessant gevonden. Maar wij hebben laatst hebben we een streampje gedaan waarin we alle Mario Kart gingen spelen. Toen gingen wij dus eigenlijk, nou voor jou misschien wel echt de allereerste keer. Maar ik heb het ook niet zo heel vaak gespeeld. Met terugwerkende kracht. Super Mario Kart spelen. Ik kan het niet, ik snap het niet. Ik weet nog wat Jacco die zei. Het is net alsof je naar een bewegend schilderij kijkt. Dit is waar. Mensen die niet vroeger Super Mario Kart hebben gespeeld, nu Super Mario Kart laten spelen, is heel ingewikkeld. Want letterlijk de kritieken die destijds in de Power Unlimited stonden en de reden waarom de game een schamele 6 kreeg. Oh ja, ik kreeg een 6 in de Ik weet dat Jurgen Tiersma is hier nog altijd verbolgen over terecht over, want het is een fantastische game. Maar er is geen grip en de autootjes glijden, is waar. Maar God, als je niet weet hoe je het moet spelen. Ja. Maar dat is het probleem van die game. Dat als niemand je uitlegt dat je toch wat meer moet driften en gas tappen en dat soort dingen. Ja. Dan is het niet te spelen. Maar de grap is, mijn verloofde speelde vroeger heel veel Super Mario Kart op de Super Nintendo. Cool. Die is daar goed in. Die kickt mijn ass in Super Mario Kart. Oh shit. Dus dat dan weer wel. Maar die heeft het vroeger heel veel gespeeld. Ja.
Ik kan ook niet op de baan blijven. Ik heb hetzelfde ook een beetje met 64. Want bij mij begon het een beetje bij Double Dash en Mario Kart DS. DS mm-hmm. is mijn favoriete, gewoon omdat het mijn Mario Kart was. Die heb ik echt helemaal kapot gespeeld. Maar als ik nu 64 ga spelen, kan ik er ook niks van. En dan vind ik het eigenlijk niet leuk. Ik snap de waarde van die game, net zoals Super Mario Kart. Het zijn echt de grondleggers van Mario Kart, waar we nu nog steeds... Ja, dit is nog steeds relevant. Talloze franchises, ontwikkelaars hebben het gekopieerd. Maar... het is niet voor mij. Ja, maar ik snap je wel. Mario Kart 64 heeft ook... Nou, niet een bepaalde floatiness, maar... Ja, je glijdt ook een beetje volgens mij. Het is, ja... Nou, er zit een bepaalde disconnect tussen... Maar dat is ook visueel. Het feit, zeker als je kijkt met de ogen van nu... Tussen het feit dat je met sprites aan het rijden bent op 3D-polygone banen. Dat is het. Dat voelt zeker dat nu raar. In 1998 dacht je, oké, zo is het. Dus, het hoort zo, weet je, normaal. Yeah. Zo is het gemaakt, bla, bla. Geen idee wat sprites waren ook toen ik 10 was. Dan speel je het gewoon en het werkt, weet je. Ja, en plus het feit dat de drifting mechanic in Mario Kart 64 is ook weer heel specifiek, want het zijn meer hele lange uitgewaaierde drifts. Yeah. Terwijl in latere games, dat begon eigenlijk al bij Double Dash, werd het veel meer korte driftjes. Met een beetje het carven met de skier, weet je wel, hoekje. Yeah. Mario Kart is echt heel flamboyant. Zodat je hem helemaal dwars zet door de kombocht op Luigi's Raceway heen. Ja. Dus het is gewoon ook een hele andere manier van. Weet je, en ook in Super Mario Kart heb je wel een vorm van driften, maar daar was het nog veel minder geprononceerd. Dus die ontwikkeling van Super Mario Kart naar 64, naar Double Dash en volgens DS, dat is, ik snap heel goed dat dat jouw favoriet was, zeker als je ermee bent opgegroeid, was gewoon echt heel anders qua mechanic. Ja, zeker. En als je nu ook Mario Kart 8 Deluxe speelt, dan voelt het zo anders. En ik ben die game nu zo gewend dat als ik terug ga naar een ander Mario Kart, dan voelt het heel gek. Ja. We zijn toen bijna... Nou ja, technisch lukt het niet allemaal om ze allemaal te spelen op stream. Dus Super Circuit hebben we overgeslagen. En... Die vergeet ik trouwens helemaal. Het was een goede game. Die vond jij leuk? Ja. Ja, okay. Vond ik leuk. Ja, mijn broer vond hem ook leuk. Ik kon er niet bij destijds. Nou ja, in zekere zin, ondanks anders ogend, andere engine... geperfectioneerde versie van Super Mario Kart eigenlijk. Plus dat al die circuits daar ook in zaten. Er zaten heel veel circuits in, 40 of zo. Ja, en dat op zich best wel voor zijn tijd, want dat is natuurlijk nu waar... Ja, dat hele terugbrengen van retro circuits, dat begon als Super Circuit. Dat ik die helemaal overgeslagen heb. Nee, maar dat was wel ook gewoon nog echt een goede game. Mijn favoriete Game Boy Advance game, denk ik. Wauw. Ik krijg als het goed is... Favoriete Game Boy boven Metroid. Ja, ik heb nooit heel veel Metroid op de Game Boy gehad of zo. Boven Pokémon. Ook niet op de Game Boy. Game Boy Advance was bij uitstek, samen met de DS, de game waarvan ik het heel moeilijk vind om mijn favoriete games te noemen. Yeah. Ik had ook pas heel laat een eigen Game Boy Advance. Ik had wel al gauw een eigen DS, maar vond ik ook niet. Maar dat komt ook omdat ik de Game Boy Color en de Game Boy Advance, ik vond het niet per se een sprong vooruit. Ik weet nog wel heel goed dat mijn broer die kreeg de Advance toen net duur was. Ik had de Color nog. En ik dacht, maar dat is toch geen stap vooruit? Dan zie ik ineens had ik ook. Op mijn televisie heb ik 3D-beelden en werelden. En nu zie ik nog steeds gewoon van links naar rechts. Precies. Ik had, echt? Dat dacht ik toen nog. Voor mij geen 12. Frontlight erin of zo. Kijk, toen de ook SP dat, kwam, toen kreeg je Frontlight. Toen begon ineens... het ergens op lijken. Ja. En ik weet nog, ik kocht bij mijn Game Boy Advance SP Super Monkey Ball. Want dat was een 3D-polygone game op de Game Boy Advance. Dat begon ergens op te lijken. Dope. Ik weet ook nog dat ik echt in magazines gekeken naar de first-person shooters op de Game Boy Advance. Ondanks dat een heleboel echt ruk zijn. Ja. Er zijn ook hele mooie YouTube-video's op kanalen die gewoon de mooiste Game Boy Advance games uitlichten. Er zitten heel veel shooters bij die echt best wel vooruitstrevend waren voor de tijd. Ja. Maar ik vond, Super Circuit was gewoon wel een hele toffe Mario op de Game Boy Advance, dat betreft. Ik heb die bij mijn neef gespeeld. Dat was altijd de game die ik graag wilde, maar gewoon nooit geld voor had of kreeg of zo. Achteraf gezien vond ik hem... Koop hem nu. Kan alsnog. Ja, doe het. Fan. Misschien heb ik hem wel. Dude. Misschien heb ik hem wel. Nee, serieus, maar dit vind ik een interessante vraag om aan jullie te stellen. Oké, ik begin met een confessie. Ik heb laatst €100 betaald voor Four Swords Adventures op de GameCube. Oh my god. Omdat ik dacht, wacht, die game heb ik destijds nooit gekocht. Had ik moeten doen, want had ik sowieso €40 winst kunnen maken. Yeah. Hij is nu €100. Hij gaat sowieso meer waard worden. En ik wil hem hebben, want over een paar jaar is mijn zoon oud genoeg. Dan wil ik met z'n drie of misschien wel z'n vieren gewoon Four Swords Adventures spelen. En dat is fantastisch. Multiplayer Zelda. Ja. Het is ooit gemaakt, het is er niet meer, dus ik moest het hebben. Maar hebben jullie dat soort dingen ook wel eens? Ik denk dat ik wil die game van vroeger, maar hij is nu zo duur. Ik heb precies met Kirby Air Race gehad en niet eens zo heel lang geleden. Heb je ook veel geld voor betaald? Ik had Kirby Air Race niet. Ik was altijd de guy bij mijn vriendengroep die alles had, want vanuit mijn broer zei, had ik alle hardware van Nintendo sowieso. Maar er was één vriendje die had Air Race, Kirby Air Race. Ja. Ik kende, was niet bekend ook met nu Kirby. Echt een cult game wat dat betreft. Nu, goed. Toen zaagden we hem af. Want, precies, 6,5 is niet zo goed. Joh, is een beetje een B-race game. Ja, C leuk zelfs. Dat hij bestaat. C misschien zelfs.
En ik zat inderdaad, ik denk van, nou, Kirby Air Raid, ik moet dit gewoon op een avondje met een biertje spelen met die maat waar goeie ik speelde vroeger. Goeie muziek trouwens, die game. Zo. Hele goede muziek. Uitstekend en heel anders. En toen ben ik dus inderdaad gaan kijken, nou, ik ga hem toch kopen. Ik wil hem toch hebben. Ik ben sowieso een sucker voor alles fysiek. Ja. Dus ik ben eigenlijk mijn GameCube-collectie ook pas, nou, ik denk 2 jaar geleden weer een beetje op gaan bouwen. Alles hoeveel wat heb je betaald is geraakt, voor Kirby Air Raid? €100 ook. Nou, ja, zie. Ja, €95. Nou, Jacco, kom er maar in. En dat was echt het goedkoopste. Ben je ook zo'n Nintendo-sucker als wij? Ja, maar wel specifiek, denk ik. Ik had dus een Game Boy Advance in een tijdperk dat ik gewoon niet heel veel games had. Ja. En ik wilde sowieso altijd een SP. Ja, daar heb ik er 2 van gekocht toen. Niet heel duur, trouwens. Ik wilde altijd een Game Boy Micro. Die heb ik wel recent gekocht. Dat is wel een vergelijkbare weirde uitgave. Die is ook in prijs gestegen, volgens mij. Ja, daar heb ik echt ruim €300 voor betaald. Wow. Dat telt. Ja, we have a winner, ladies and gentlemen. En ik weet niet of je zijn handen wel eens gezien hebt. Ja, dus, daar past geen micro in. Ja, zo. Maar ik vind het idee van... Op bijna 5 minuten spelen. Dit is het waard. En met die vingerkootjes buigen zo. Ah. Ja, het doet wel echt pijn na een tijdje. Maar je moet ook geen hele snelle games spelen. Ik heb ze bijna ook nog ergens, ja. Maar ik vind het idee van een hele kleine Game Boy Advance, waar ik altijd euro. Ik heb Pokémon... Ik heb voor 80 gekocht. Ja, echt bizar. Ik heb hem ook voor 50 zien liggen een paar jaar geleden. Toen heb ik hem niet gekocht. Gedaan, ja, dat is zonde. En sorry, ga verder. Toen ben ik een beetje op de tour gegaan om andere Game Boy Advance games die ik vroeger graag wilde spelen, maar nooit had te kopen. Dus Rocket Power was ik een groot fan van. Ja. Heb ik allebei gekocht. Tony Hawk heb ik nog een paar games van gekocht. Ik speelde altijd Underground, somehow. Die had ik gekregen. Maar Pro Skater 2 is eigenlijk veel beter. Ja. Dus die heb ik nog gekocht. Maar het is wel echt een dure hobby, hoor. Om je collectie van vroeger weer samen te Oké, wat zijn jullie topstukken? Moet ik beginnen? Nintendo topstukken. Ja, nee, begin maar. Ja. Ik heb een GameCube-versie, Killer 7, gesigneerd door Suda Goichi. Wow. Zou je niet zeggen met je Travis Strike shirt? Ja, geel met zwart van BNR uiteraard. Nee, yes, ja, inderdaad. En ik heb een Super Mario Galaxy gesigneerd door Charles Martinet. Oh. En beide mannen heb ik geïnterviewd en toen hebben ze gesigneerd. Wow, dat zijn wel echt, dat is mijn pensioen right there, zeg maar. Ik heb van Killer 7... Oh ja, en ik heb een, maar dat is geen Nintendo, ik heb een fysiek exemplaar van Fortnite. Die gaat ook voor, geloof €300 op eBay. Een fysiek exemplaar? Ja, notabene. En die Mario Galaxy zou ik denk ik wel 1000 zo, krijgen. Ja, dat denk ik dus ook. Dat is wel tof. Wauw. Ja, ik ga daar niet aan kunnen tippen. Ik draai sowieso nog niet zo heel lang mee in het circuit games industrie. Dus ik heb vanuit... Mooi circuit. mooi circuit, ja. Een van de beste parcoursen. Zeker. Zag ik staan. Parcoursen? Is dat het echte Nederlandse woord? Parcoursen is correct Nederlands. Ja. Het is niet mooist, maar ik gebruik het wel eens. Het staat dwars. Maar goed. Nee, ik heb dat soort dingen niet. Ik denk degene waar ik het meest trots op ben... ik heb officiële Witcher art, die vind ik wel heel erg cool. Maar ik... Die is moker duur trouwens. Die is heel duur, inderdaad. Boven de €500. Zo. Maar goed, dat terzijde. Maar waar ik zelf het meest trots op ben, ondanks het misschien niet in geld uitgedrukt kan worden, is mijn Majora's Mask exemplaar. Dat is die gouden cartridge. De gouden cartridge van Nintendo 64. En ik kocht die destijds en ik ben die... Denk ik ruim 7 jaar lang kwijt geweest. Ik heb er altijd kut over gevoeld. Want dat is mijn game. Dat is de reden waarom ik hier zit. Is Majora's Mask op de Nintendo 64. Ja. En die gouden cartridge, die had op de een of andere manier... heeft daarbij geholpen. Ik vond dat fascinerend. Ja. Al die cartridges zo saai grijs. En deze is dit echt goud? Dacht ik vroeger ook. En ik was hem dus 7 jaar lang kwijt. En nog geen 2 jaar terug, toen ging ik toch nou maar eens naar mijn ouderlijke huis. Ik had er 8 jaar lang niet gezocht naar spullen. Nou, dan kom je achter de schotten. Ik hoef niet te tellen hoe dat gaat. En dan zoek je. En ik zie daar ineens iets niet glinsteren, want het glinstert niet. In mijn hoofd glinstert het. En ik denk, nee, het zal toch niet waar zijn. Dus ik pak hem op. Ik zie dat hij goud is. Ik denk, is dit echt? Ik krijg weer kippenvel. Oh, is dit hem echt? Ja. En ik pak hem en ik zie, het is hem gewoon. Ik roep zo naar mijn verloop. Ik zeg, ik heb hem! Zo keihard. Dus ze zegt, wat heb je? Wat is er aan de hand? Moet ik iemand bellen? Ik zeg, ik heb de cartridge van Majora's Mask gevonden. Pro-tip, vraag of je ouders verhuizen. Want de mijne deden dat 1,5 jaar geleden. Toen moest ik mijn oude kamer wel helemaal ontruimen. Dus alles wat daar nog lag, heb ik nu. Er zat niet heel veel bij wat ik nog niet al naar mijn eigen huis had versleept. Maar dan zou je gedwongen kunnen worden om het Joas. Ik heb daar heel veel zin in. Ik vond toen ook mijn SNES opzetstukje waar je dan je Game Boy Color Super Game Boy. Ja. Wow. Twee, denk ik, ja, voor de SNES. Heb jij een Super Game Boy 2 met die Game Boy Color games kan spelen? Absoluut, ja. Wow. Ik speelde daar altijd Pokémon Red. Dat is eigenlijk je topstuk. Nee, maar dan is het een gewone Super Game Boy, want Pokémon Red en Yellow Game Boy Color. Oh, dan is het een Super Game Boy 2. Ja, nee, absoluut voor Game Boy Color, weet ik zeker. Dat is de dream. Zeldzaam. En ik had ook zo eentje dat je de Amerikaanse versies kon spelen. Dan moest je 2 cartridges erin zetten. Ja, ja. Achterin een Europees en voorin een Amerikaans. En dat was de enige manier hoe ik dan Con Country kon spelen. Mooi. Dus dat zijn wel dingen wat ik meeneem. Jacco. Wauw.
Ik heb ooit Junichi Masuda van Pokémon geïnterviewd. Toen heb ik hem een knuffel van mijn allereerste Pokémon ooit gegeven. Toen kreeg ik van hem een Eevee terug. Oh, die slapen mij. Ja, was dit met voorbedachte raad of heeft hij gewoon spontaan ergens een Eevee vandaan gehaald? Nee, die waren er. Hij had ook gesigneerde posters en zo erbij. Oh, zo in cool. Een tasje, ja. Vind ik fucking gaaf. Ik voel deze heel erg, want ja. Na mijn eerste interview met Suda Goichi, hij had dus sowieso mijn Killer 7 gesigneerd. Ja. Ik had voor hem een sixpack hoegaarden meegenomen, want oud-collega Juan van Zogel, die ook voor Gamer heeft geschreven, die had me al verteld van hij houdt van hoegaarden, had hij op zijn Twitter gezien. Ja. Ik had Sixers hoegaarden, hij was helemaal de dolle heen. En ik wilde heel graag van hem het boek dat hij geschreven heeft over Killer 7, waar het volledige verhaal in staat, ja. Held in Killer 7 wilde ik hebben. Zou die meenemen, was hij vergeten. Hij zei, ik ga het voor je regelen. Toen kreeg ik een maand later post uit Japan. En ik heb even gesigneerd door iedereen die aan die game gewerkt heeft. Oh, shit. What? Dus dat boek heb ik ook nog thuis staan. Wow. Dude. Ja. Het is wel de Super Game Boy 1, trouwens. Ik heb niet de 2. Die transparante heb ik niet. Dus misschien waren het geen Game Boy games. Fraud. Ja, helaas. Alsnog vet, man. Ja, nog steeds vet. Ik vind het cool. Ik wou dat we meer tijd hadden, maar jij moet zo vandoor, Cody. Ja. En jij ook, Joe. Ja. Dus ik wil in ieder geval maar super dit is voor herhaling vatbaar, toch? Absoluut. Dit is wel goede Nintendo nerd. Toch, ja. Dat heb ik lang niet meer gedaan. We hebben een terugkomende vaste gast erbij. We hebben nu Jurjen en Joe. Liefde. Ja, hoor. Nou ja, nog even een woord over Jurjen. Hebben we niet eens over gehad. Dat is ook mijn jeugdidool, jongens. Yeah. Dat is zoals jullie hem een tijdje geleden twee keer hebben geïnterviewd. Ik las zijn tijdschriften eind jaren 1998 al. Wow. En dacht van, ik wil later dat ook doen. En mijn vader aan de eettafel, waag het niet om te worden zoals Jurjen Tiersma. Je gaat je leven niet zo verkwanselen. Hi, pap. Nou, daar zit je dan. Ja, nee, hoe is dat afgelopen, Joe? Oh, nee. Toen ik op een gegeven moment voor het eerst naar de Leipzig Games Convention, de voorganger van de Gamescom, ging. Toen mijn vader heeft het laatst verteld, had hij zoiets van, oh shit. Hij gaat gewoon naar het buitenland om games te spelen en erover te schrijven en er geld mee te verdienen. En toen mocht het opeens. Dat is het moment dat ze het serieus gaan nemen. Ja. En Jurjen zit hier volgens mij ook wel een goede peer. En ik heb met Jurjen altijd heel leuk contact. Ik noem hem graag een vriend van me. En ook over persoonlijke dingen. Maar Jurjen is nog steeds de OG Nintendo Overlord. Ja, we kunnen hier 4 mics staan. Zoals ik zeg. Oh. Zoals ik zeg. Kunnen we dat aan? Absoluut. Natuurlijk. Zeker. Ja, dat zou wel heel vet zijn. Als we een leuk onderwerp hebben of zo. Iets van de verjaardag van Zelda of zo. Ja! Zoiets. Gaan we Forsworth Adventure spelen? Oh my god. Want ik heb hem. Dat zou ik zo vet vinden. Wat lijp. Ken je Rogue Heroes? Nee. Dat is een soort van... De podcast vorige week luisteren. Okay. Maar goed, dat is voor een soort van een derde ontwikkelaar. Oké, okay, cool. Leuk. Goeie tip, Cody. Ja, thanks, Joe. Als mensen jou willen volgen. Jij maakt ook een gamepodcast. Ja. Hoe heet je? All in the Game. Super. All in bij the BNR game. Nieuws. Echt een ander soort gamepodcast. Ja. Als in, ja. Lijkt wel eigenlijk een beetje op wat we hier doen met zowel het nieuws als een gast en retro. Dus ja. Wat dat betreft een mooie... Maar echt wel anders voor een heel breed publiek. Dus als je denkt van, nou, ik ken mensen die vinden games leuk, maar dit is te hardcore stuff, maar ze willen wel een gamepodcast luisteren. All in the Game. En ik volg de tech voor BNR in de Tech Update en BNR Digitaal. Dan kun je ook als podcast luisteren. En op Twitter ben ik @Joe van Buren. En ik blijf natuurlijk ook gewoon voor Gamer.nl schrijven. En Gamer.nl, ja, natuurlijk. Ook ja, heb ik niet zo heel vaak tijd voor. En moest ik de nieuwe Formule 1 game ook laten passeren. Ah, ja, dat was pijnlijk, hè? Want kind en technieuws. Maar ik blijf gewoon ook over race games en andere games. Suda Goichi voor Gamer.nl schrijven. En zeker. Je bent af en toe best wel eens met regelmaat te vinden bij Ron en Erik op de podcast. Ja, nou, ik ben een van de co-founders. Ja. Dat, ik ben ooit uitgestapt, ik wilde Formule 1 doen. En nu heb ik daar spijt van, want nu doe ik weer games. Maar goed, dus daar kan je ook nog Joe content vergaren. Zeker als je de eerste 30 afleveringen van de Ron en Erik podcast luistert. De oude gamer van de Ron en Erik podcast. Je bent eigenlijk de Lucas van Ron en Erik. Oef, dit gaat wel heel diep. Ja, maar dat is wel waar we zijn beland. Ik vind dat we hier moeten eindigen. We zijn wel beland nu. Ik denk het ook. Ja, vond je dit nou een leuke podcast? Laat dan even een beoordeling achter in de podcast-app op Spotify of Apple Podcast. Daar worden we heel erg blij van. Vergeet ons ook niet te volgen op Spotify en Apple Podcast. Dat zal ons niet heel erg helpen. Niet in het echte leven, alsjeblieft. Dat vind ik een beetje creepy. Dat liever niet. Nee. Ja, en dan zien we jullie volgende week weer bij een volgende... Bonus level! Zin in! Yes.